Yes, dames en heren, super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe update video. Je moet inderdaad iets omhoog kijken om mij te zien, want ik heb in deze video wat andere edits. Ik hoop dat jullie dit niet erg gaan vinden. Druk allereerst natuurlijk weer eventjes op het duimpje omhoog, dat zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneren, dat kun je natuurlijk ook doen en je kunt ons natuurlijk ook supporten in de item shop met de support a creator code, te veel gevraagd. Wie onze code ook heeft gebruikt is Red Panda met de zak, te veel gevraagd. Ik heb geen Twitter, dus ik doe het via dit. En dit is via Instagram DM. Te veel gevraagd. Hey Red Panda, heel erg bedankt dat je onze code hebt gebruikt. Een hele toffe skin, de Whiplash volgens mij. Ik zeg het sowieso verkeerd. In ieder geval, heel erg bedankt. Dikke, vette shout-out aan jou. Je wint ook nog eens 1000 V-Bucks. Gefeliciteerd. Goed jongens, laten we snel doorgaan naar het eerste topic. Ik heb namelijk vandaag eindelijk weer nieuwtjes. Niet al te veel, maar wel interessante. En het eerste nieuwtje gaat eventjes over de aankondiging van de nieuwe update. Namelijk, vandaag is er een nieuwe update en Fortnite heeft gisteren getweet: de V10.10 content update drops tomorrow, oftewel vandaag om 2:00 in de middag, getranslate. No downtime required. Dus dat betekent dat vandaag om 2:00 in de middag de update er is. En het leuke is, we hoeven niet te wachten. Hooguit moeten we een kleine update doen om bepaalde glitch fixes en een paar andere kleine dingetjes. Maar over het algemeen, het meeste hebben ze al in de files gedaan. En we weten onder andere dat we inderdaad een nieuw item gaan krijgen, want het was al geleakt. Het gaat over de Junk Rift. En dit is een rift die heel erg veel rotzooi met zich meebrengt. Namelijk, al deze items die zullen naar beneden vallen wanneer je zo'n rift op iemand gooit. En ja, dat zou waarschijnlijk best wel oud doen. Dus dit item gaat behoorlijk wat damage doen, gok ik een klein beetje, op enemies. Ik ben heel erg benieuwd wat dit precies gaat betekenen. Ook in competitive en zo. Of die spelers het fijn gaan vinden of mensen het überhaupt mee gaan nemen. We hebben namelijk meerdere items gehad, zoals bijvoorbeeld de boombox, die het eigenlijk niet echt waard waren om mee te nemen. Dus ja, de Junk Rift, ik hoop dat het een goed item gaat worden. Ben zeer benieuwd wat dit precies gaat doen. Maar goed, vanmiddag om 2:00, dan zal er natuurlijk zo snel mogelijk een video aankomen met alle informatie over deze Junk Rift. Goed jongens, wat we nog meer gaan krijgen in deze update is natuurlijk een nieuwe map change, namelijk bij het Soccer Stadium. Op dit moment dat ik de video opneem, is de Rift Beacon die er is geplaatst, een paar dagen geleden, is actief. We zien nu een rift in de lucht en wanneer dat gebeurt, dan weten we, dan komt er een map change aan. En het ziet er niet heel erg goed uit voor het Soccer Stadium, namelijk het gaat helemaal kapot. Er zijn namelijk in de files verschillende... Stomme vliegen weg. Er zijn namelijk in de files verschillende dingen gevonden waaruit blijkt dat heel het stadion kapot gaat. Dat is natuurlijk aan de ene kant wel jammer. Het laatste stadion volgens mij wat we in de map hebben. Dus ja, we kunnen niet meer voetballen. Of wel? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Nou, in ieder geval, het soccerstadion naast Tilted gaat helemaal kapot. En wat gaat er gebeuren? Nou, we krijgen dus zo'n gigantische dome eromheen. Maar wat kunnen we daarin vinden? Bij Read the Row vinden we zombies. Bij Tilted Town kunnen we niet bouwen. Kunnen we ook niet hakken. Maar wat gaat er gebeuren bij het soccerstadion? Ik ben heel erg benieuwd. Vanmiddag om 2:00 komen we daar natuurlijk achter. Wat gaat er nog meer gebeuren deze update? Waarschijnlijk allemaal kleine dingen. Bugfixes, misschien een kleine toevoeging van nog iets. Waarschijnlijk in creative ook nog iets. Weet je wel, dat soort kleine dingetjes. Het is namelijk een content update. Niet al te groot. Volgende week krijgen we de 10.2 update. En die gaat weer huge zijn. Mensen, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat eventjes over de rap van de Toy Soldier. Namelijk, deze rap, die hadden we laatst natuurlijk kunnen kopen in de item shop. Hetzelfde geldde voor de Toy Soldiers. En opeens bij de 10.10 update kregen we een rode, oranje variant erbij. Dat was natuurlijk super tof. Ik speel nu heel erg vaak met de vrouwelijke versie van het Toy Soldier, in de rode / oranje variant. Maar de rap, die is ook veranderd. Die heeft namelijk ook een rode variant gekregen. Maar die heb ik helemaal niet gekregen. En iedereen die daarvoor ook die rap al had gekocht, heeft niet de rode variant gekregen. Fortnite heeft erop gereageerd. En ze zeggen hierin dat we over enkele dagen pas dat we dan de rode variant ook gaan krijgen. Wanneer je hem nu koopt, stel hij zit in de item shop, volgens mij zat hij er eergisteren in, dan kreeg je hem wel. Maar ik op dit moment heb het jammer genoeg nog niet. Ik wil namelijk heel erg graag die rap ontvangen. Want dat staat natuurlijk heel erg mooi bij mijn skin die ik dan draag.
Goed jongens, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is gewoon eventjes een concept die ik wil laten zien. Het is namelijk een heel erg tof concept. Het zijn namelijk defibrillator. Ik kan die naam niet uitspreken, het spijt me zeer. Maar ik denk dat jullie wel weten wat het is. Als iemand zeg maar nokkie is, dan kan het gebruikt worden om zeg maar iemand weer levend te maken. Zo kun je het ook wel zeggen. Het is zeg maar een item die je kunt vinden. En stel jouw teammate is down, kun je hem in één keer weer upkrijgen met 100 HP. Dit kun je dus ook maar één keer gebruiken bij iemand. Of misschien als je meerdere vindt, kun je hem stacken tot en met 2. Tenminste wat hier het idee is, zeg maar. En dat lijkt me wel heel erg tof als ze dit erin gaan doen. Want het is soms heel erg lastig als je bijvoorbeeld wordt gethirdpartied of zo. En het is hartstikke druk om jouw maatje te reviven. Maar met dit item kun je dat gewoon in één keer doen. Plus, je teammate is gelijk full health. Dit kan een goed item zijn. Het kan een goed concept zijn. Het moet misschien iets beter uitgedacht worden. Want ja, misschien is het wel een klein beetje OP nu ik er zo over nadenk. Oké, geen goed idee. Laten we doorgaan naar het volgende concept. Of ja, concept. Het is al gemaakt eigenlijk. Namelijk Zelda is nu te spelen in Fortnite. Tenminste, er is een geheel filmpje gepublished van iemand die in Creative de gehele Zelda-mappen heeft nagemaakt. Dus ja, in principe kun je het spelen. Dat is wel heel erg tof voor tenminste de Zelda-fans onder ons. Ik eerlijk gezegd heb nooit Zelda gespeeld. Misschien moet ik dat echt een keertje gaan doen, want ik hoor van heel erg veel mensen dat het absoluut een toffe game is om te spelen. Goed jongens, laten we doorgaan naar het laatste topic. En dit is een heel apart iets. Namelijk, iemand heeft de volgende melding gekregen. Goodbye. En what the hell is dit, mensen? Ik heb deze melding nog nooit gezien. Maar sommigen die krijgen deze melding en die kunnen dan helemaal niks meer. Letterlijk, die kunnen niet meer bewegen, die kunnen niet meer bouwen, kunnen niet meer schieten. Er staat dan goodbye en misschien moet je dan de game leaven. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar wie heeft dit eerder gehad? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het achter in de reacties. Goodbye. Dat kan niks goed betekenen. Het lijkt erop dat deze persoon verbannen is. Ja, hij is gewoon banned. Nee. Dat is een andere melding. Maar in ieder geval heel erg vaag. Ik weet niet wat dat betekent. Maar als ik het weet, laat ik het jullie zo snel mogelijk weten. En hey, misschien weet een van jullie het. Laat het dan eventjes achter in de reacties wat ik net zei. Goed jongens, dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Een hele toffe video met veel nieuwtjes, dacht ik zo. Vonden jullie dat ook? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Abonneren, dat kun je natuurlijk ook doen. En je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshop met de code teveelgevraagd. En laat ook eventjes weten in de reacties wat je vindt van deze editstijl. Mensen, tot de volgende video en peace out.